drie maanden tijd van 16 voetballeken, nieuwe Ronaldinho's, De Bilders, Beckhams of Preudoms te maken, moet men haast kunnen toveren. Eén man durft het aan om deze onmogelijke taak op zich te nemen. Johan Boskamp. Boskamp, dat is één brok charisma. Als speler verdiende hij zijn strepen vooral bij RWD Molenbeek. Hij had er de reputatie een beenharde middenvelder te zijn. Het leverde hem in 1975 terecht de gouden schoen op. Het betekent wel wat voor een voetballer de gouden schoen krijgt, meen ik. Ja, ik ben heel blij mee. Hij was de eerste niet-Belgische speler die deze eer te beurt viel. Maar ook als trainer bouwde Boskamp een succesvolle carrière uit. Boskamp is immers niet aan zijn broerstuk toe. Hij loodste Anderlecht drie maal naar de titel in eerste klasse. En veroverde met datzelfde Anderlecht ook eenmaal de beker. Dat? Wat is dat voor iets? Toen ik ze voor het eerst zag, dan dacht ik van, nou, als we daar iets van kunnen maken, ja, dan moet je een goeie zijn. Er zitten er beide zijn nog twee keer zo dik als ik. Dus die hebben wel een probleem. Er is er eentje bij in de voetbalschoenen. En de rest zijn allemaal van toffers. Jongens, gewoon een beetje dichterbij, maar we gaan ook niet zo hard te schrijven. Je hebt zoiets van Boskamp, al wel veel van gehoord, maar nog nooit iemand dichtbij gezien. Hoe gaat hem reageren, hoe gaat hem doen? Want we weten van Boskamp, het is nogal een brulbeer. Hij roept graag en tiert graag. Ja, dat zijn wereldpantoffels. Zijn dat normale klompen of? Dat zijn normale schoentjes. Dat hebben een normale winkel. Geen sportwinkel, dat zijn geen normale winkels. Nee, dat lijkt me sterk. Oké, jongens, we hebben genoeg gelopen ouwehoeren. De eerste 10 minuten pakken we gewoon een bal en die houden we gewoon vast. Dus dan lopen we in principe alleen maar over de breedte van het veld. Dus heb je al een beetje balgevoel. Dat heb ik natuurlijk. Daar heb ik natuurlijk blind vertrouwen in. Ik ken de Boskamp van tv, ja, daar ga ik training van krijgen. Dat is een hele eer, ay, voor mij toch. Ik heb al gehoord dat een brute is. Vooral in zijn taalgebruik. Als je dus ziet hoe er sommigen bijlopen, dan kan je zien dat ze heel weinig, niet alleen aan voetbal, maar ik denk totaliteit aan sport gedaan hebben. Dat is ook weer een probleem. Dus daarom laten we ze ook met die bal in de handjes lopen. Als je die, dat is niet te geloven, ja. We hebben een grote uitdaging en we willen volgend jaar Europa in. Die er van achter staat, Anne. Je hebt net zo'n pen als ik. Dat is een probleem. Het is nou landen happen. Kijk, hij valt bekant onver. Rustig, wandel maar. Hoe zit het? Ja. Huh? Ik wil niet dat je hier neervalt, hè, zo. Dat we je kunnen wegdragen. Want je lijkt een beetje op mij, ja. Qua gewicht. Ja. Maar dat moet er wel af natuurlijk, hè. Tuurlijk. Dus in 2-3 maanden moeten zo een 30 kilo's af. Want dan wegen je bal aan, denk ik. Of niet? Nee. Nee? Vanaf nu niet meer. Ah, dat is goed dan. Oké. Volgende oefening. Ja. Enkel linkerbeen. Enkel linkerbeen. Hop, jongens. Enkel linkerbeen. Punky. Hey, José, kom eens. José. Hey, kameraad. Je hebt net gezien. Daarnet zegt die gozer, je trainer zegt rechts of links. En jij gaat met je rechterpoot beginnen. Dat is normaal, hè? Dat is normaal. Leg me dat eens uit. Ah ja, als je eerst altijd rechts aan het gaan zetten, dan in één keer moet je links gaan. En dan komen er vergissingen, hè? Dat komt door die klote schoenen van je, hè? Dat komt niet door die schoenen. Ja, je weegt 500 kilo, man. Dat is niet waar. Dan kan je helemaal niet lopen, man. Eerste ontmoeting met Boskamp. Wat al dat daar direct uitkwam, dacht ik direct, my god, dat gaat hier even duren, ik zijn humor begrijpen. En dat hanekuifje, wanneer gaat dat eraf? En dan al die ballen gaan naar de kloten. Dat is niet scherp, dat zijn geen messen, dat is haar. Nou, dat ding is waar. Daar vliegt de wind tegen en dat beweegt. Ah. Allee, leg het eens uit wat ik net gezegd heb. Kom eens hier. Mensen, liever voor mij een beetje rekening te doen, want ik heb maar een kleine gast en ik zou Maar dat heb ik toch niet gezegd tegen je? Nee. Dat zie je mezelf ook wel, dat je een kleine gast bent. Ja, maar... Wat heb ik net gezegd tegen je? Dat moet je tegen hun niet zeggen. Oh, dat je met een bal moet vooruitkijken en tegelijkertijd lichtjes, alleen voetcontact. Maar, wat heb je allemaal niet gezegd? Maar ja, maar kan ik je dan zo niet uitleggen? Like, hey? Het is professioneler of ik, ik ben gewoon een beginneling. Ja.
Je gaat drijven met de bal. En je gaat met je kop naar de bal. Ga naar de bal toe. Nee, zo. Zo, hè. Nee, zo. Nee, nee. Trek die bal maar toe, je eikel. En dan zei hij daar in één keer zo eikel tegen mij. Dus nu kan direct in alle stal. Ja, dat kost me niet meer lachen. En dan heb ik direct mijn gedacht gezegd wat ik van zijn voetbal vond. Oh, dan moesten we dat zo met die bal naar hun eigen kop smijten en zo moesten die wegkoppen. Maar dat heb ik er nu toch nog niet veel zien doen. Dus ik vraag me eigenlijk af wat dat daar het nut van kan zijn. Dus, This is a man's world. Rek die bal maar ik toe, je eikel. Ja, hop. Godverdomme, wat er met je haar, man. Als die bal naar de klote gaat, die betaalt al die ballen, man. Met die hanenkop van je, man. Die moeten we zeker opstellen, man. Hij heeft van die toverschoenen aan. Ja. Dat hij normaal in de spits moet lopen. Hij heeft enorm veel snelheid, denk ik. Steve Meert. Steve Meert. Dat kunnen we ook even hier neerzetten, weet je wel. Dat hij niet omver valt. Als die een volledige match speelt, is hij dood. Ik zou niet om een geweten willen hebben dat er eentje... Dat die zes blanken wordt weggebracht. Meert. En Sammy is geblesseerd, hè. Ja. Dus die kan altijd diep gaan. Hij heeft de snelheid ervoor. Met diep gaan bedoel je dat we in één veld bleven? Nee. Diep gaan is dat we vooruit gaan. Hey, en geen gezeik. Laat die bal gaan. Over 5 minuten zie ik jullie op het veld, hè. Ook het spelreglement is de nerds nog onbekend. Maar toch spelen de nerds met volle overgave en zoeken ze naar een eerste perfecte balcirculatie. Helaas, het wegtikken van de tegenstander blijft uit. Tijdens de tweede helft zet Boskamp Yves in het doel. Maar aan het geklungel komt maar geen eind. Hadden we misschien voetbalschoenen aan, had dat beter gegaan. We schoven dus eigenlijk constant weg. Spijtig. Dat is dom. Goeiedag, jongens. Ik moet zeggen, voor de eerste wedstrijd was het niet slecht. Maar, ik had er een maar bij, dat is normaal in het voetbal. Er waren nog een heleboel dingen wat kloten was. Aan niemand minder dan topcoach Johan Boskamp om van die onsportieve nerds een samenhangend topvoetbalteam te maken. 6:30 in de ochtend. Iedereen ligt nog vredig te slapen. Maar lang zal dat niet meer duren. Yo! Hey, kom op! Morgen, kom joh, het is tijd! Geen gekloot! Lekkere pit! Moet ik eigenlijk zingen in de zaal hebben? Hey, Steve! Steve! Hey, Steve! Dat is het verdomme niet te geloven, man. Je hebt helemaal ploeg wakker gehouden, man. Hé, hey, Jos, kom. Kwartiertje, laat maar in, hè. Wat gaan we doen? Pieter pakken. Hey, hey, hey. Na een zware nacht is Steve verre van fris. Krant, Igor. Hé? Wat heb je binnengegooid? Oh, ik heb ze niet bijgehouden. Oh, je hebt ze niet bijgehouden. Je was zo afgetraind, man. Steve heeft geen goede indruk gemaakt op Johan Boskamp. De trainer twijfelt aan zijn motivatie en de echtheid van zijn medische klachten. Ik denk dat hij een beetje de boel in de maling neemt, denk ik. Want gisteren na het voetballen was hij weer heerlijk fit. Hij heeft een paar in zijn strot gegooid. We zullen zien wat er gebeurt. Als hij mag trainen of niet mag trainen. Maar ik denk niet dat het veel verschil maakt. Ja, goedemorgen, jongens. Eerst weten dat iedereen fit is. Ja, fit wel, maar ik heb nog een kwetsuur aan mijn been. Voilà. Die pees is het vast.
Dan hoor ik dat hij vast zit. De manier waarop Boskamp dat zei, ik vraag het niet om, gekwetst te zijn. Oké, wat de bedoeling is, jongens. We hebben al een paar zware dagen achter de rug. Dus de spieren zijn een beetje stijf. Het is de bedoeling dat je een duurloopje doet, dat je met elkaar kan babbelen. En dat je gewoon het afstandje, dat is ongeveer 14 kilometer. Dus als eentje moet af, onvervalt, pak de andere, pak hem op. En dan gaan we gewoon gaan we verder. Pakken, dan kunnen we kaarten onderweg. Boskamp is van plan om zijn nerds om te vormen tot ras-echte atleten. En dat begint natuurlijk bij een gezond dieet. Ook voor de nerds zal dat niet anders zijn. Frieten, hamburgers, snoep en cola staan voortaan niet meer op het menu. De komende maanden zullen ze hun voedingsgewoontes drastisch moeten aanpassen. En nu gaan we ook een beetje gezond eten. Dat voer wat jullie anders eten, ja, dat trekt natuurlijk nergens op. Dus die 3 maanden gaan we alleen maar dit eten. Dat we scherp zijn voor die belangrijke wedstrijd. Dus dat wil ook zeggen, geen bier meer en niet meer smeuren. Eet smakelijk, jongens. Nou, dankjewel. We gaan even bagage pakken, dan gaan we naar buiten toe en dan vertrekken we van kamp. Dus kom even mee en dan zullen we het allemaal uitleggen. En coach Boskamp neemt op gepaste wijze afscheid van zijn jongens. Swan, ik laat jullie gaan. We geven jullie over aan andere mensen die nog slimmer zijn dan ons. Oké, jongens, een donderstraal nu maar op en dan zie ik jullie weer over 2 dagjes. Steve bijt de spits af. Hij wil voor het eerst bewijzen dat hij ook tot iets in staat is. Ik heb te veel pijn. Sorry. Ja, toch, dan kan ik dan niks. Maar ook deze keer is het een maat voor niks. Al snurkend gaat hij de laatste nacht in van het teambuilding weekend. Maar om 7 uur is er onverwacht bezoek. Hoog bezoek. Hey. Hey, kom. Hey, waar kunnen we zitten? Heb je gezopen? Nou, ik heb gekeken naar de rest. Nou, gekeken. Boskamp stond ineens in mijn bed. Ik had dat niet verwacht dat de beer van Rotterdam dan ineens ging staan. En toen, En hij zegt tegen mij, je moet je scheren, je hebt een snor staan. Dat heb ik op je gezicht staan. Een snor. Vannacht hebben de nerds Steve serieus in de maling genomen. En daar kan Boskamp niet meer lachen. Ik denk precies posie hoor, man. Oh jee. Een prettige dag. Hey, je wil niks eens open, hè? In die 2 dagen dat je dan met je gasten, wie heeft de meeste indruk op je gemaakt? Degene die mij meest bijgebleven is, is Sammy eigenlijk. Yes, hey, Jiminkste! Ja, want de Sammy die moest dat doen, de Sammy kwam bovenaan, de Sammy ging over de brug, dat is allemaal gelukt. En voor hem was dat echt een prestatie, dat was, ja. Steve, weet je, want die donkere bril, je spreekt tegen hem, hij spreekt altijd tegen. Hij heeft altijd een antwoord klaar. Ja, ik denk in de groep ligt hij wel goed. Maar het is ook zo, ja. Ik ga passen, ik kan dit niet. Echt nee, sorry. Nee, echt niet. Ik wil weg. Hij wil niks doen. Ja, jawel, want hij heeft de VFRA, hij heeft hem omhoog geklommen en het was echt... Dat zou het dus nooit meer. De groep, dat is een zootje bijeen. Dat zijn allemaal... Sammy en Steve trekken hun stoute schoenen aan en gaan op zoek naar Boskamp. Ben je dat hij nog een beetje gaan verrassen? Echt gerust zijn ze er niet in. Bossie, kom jongen, we hebben een leuke verrassing voor u. Jij? Nee, de spelers. We hebben allemaal een leuke verrassing voor u. Dat heb ik leuk. Nee. Al een beetje nou. We willen bewijzen dat we u niet laten vallen. Ben je aan het klooien? Nee. Echt niet. Nee. Boskamp, ik moet nog wel iets zeggen voordat je... Wat? Als we naar beneden gaan... Wat? Gaan we dan met een metselvriend trekken? Nee, we gaan dood. Nee, jongen, donder straal op. Of toen mensen een duif vinden, dan ben ik verschoten van, ik word er echt niet goed van. Hè. We zouden graag...
Die net, het is maar voor enkele seconden. Kom maar. Zegt hij, ja, maar ik ga uit de verrassing. Ja. Ik stond echt, moet me niet doen. Ja. Ik ben mijn beste, ik zet dat goed, geen probleem. Trainer Boskamp houdt niet zo van verrassingen. En dat ontgaat ook de nerds niet. Zijn gezicht spreekt boekdelen, jongens. Ja, moet niet, Of zijn plat gezegd, hij de vieze toten. Je bent er niet gelukkig. Ja, maar hij moet vertrouwen hebben in zijn team. En dat is nu een grote proef. Kom, Bos, je gaat niet gaan. Johan Boskamp moet plaatsnemen op het houten skelet. Echt veel zin heeft hij daar niet in. Als je nou eerst dat prikkeldraad weg daar ook, want... Hoe kun jij naar Bosje gaan roepen met een prikkeldraad in je bak? Dan nou eens uit. Kom, jongen, 2 minuten, want ik wil afvallen, het schoppetje voor je flikken. De jongens willen de coach testen op zijn vertrouwen in hem. Jullie trekken. Als apotheose willen ze hem op dit vers bemeste veld letterlijk een poepje laten ruiken. Dat schop ik je wel voor je flikken. Messi. Spullenbak hebben ze weg. Kom. Het spel tegen de vrouwenploeg was erbarmelijk. Om dat in de toekomst te vermijden, houdt Boskamp een tactische bespreking. Oké, we hebben de Belgen gezien. En dan gaan we even over de verdediging. We gaan stap voor stap gaan we het opbouwen. Maar keeper, verdediging, middenveld, aanvallers. Als Boskamp met zijn tactische praatjes begint, dat zo... Dan, Dus de aansluiting die is er niet. Wat is die wel bij aan het doen? Wat wou je zeggen? Nee, maar je kijkt naar hem, wat wil je tegen hem zeggen? Huh? Wat wil je zeggen? Momenteel ja knikken en kijken en dan is dat allemaal goed. Ook bij de anderen begint Boskamp te vervelen. Je zit aan te pitten even. Wat staat de lul hier voor niks dan? Je zit wel in slaap. Ik ben altijd te pletten. Je valt in slaap, jongen. Nee. Hè? Ik ben moe, maar ik ben altijd te pletten. Ja. Ik zag het. Maar je kunt ook dus zeggen, als we balverlies hebben, dan kan je in principe 2 dingen doen. Wat, Sammy? Ik vind dat je in zo'n situatie zit, dan naar elkaar moet passen tegen die vrees. Maar als je de bal hebt, dan niet, Eikel. Dan hebben we de bal niet hebben. Is dat zonder de bal, ja.